Boeien, welkom bij een nieuwe aflevering op Game Channel van The Sims 4. En vandaag de Halloween special. Oké, wacht. Niks Halloween special. Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van The Sims 4. Ja, het is vandaag Halloween, maar ja, Halloween, ik zal het je zo vertellen, maar ik ben er geen fan van. Zo, vandaag zijn we weer gewoon in The Sims 4 zoals elke week. En ik wil vandaag beginnen aan mijn tuin, want ja, vorige week kwam het er niet van en vandaag wil ik het doen. Het is wel nacht en het is ook Halloweenavond. En ik ga je zo mijn mening vertellen over dat rotfeest. Het is Halloween natuurlijk. En ja, rotfeest, ja, ieder zijn eigen mening. We staan vandaag in mijn huis en we gaan beginnen aan de tuin, wat ik net al zei. Want daar kwam ik vorige week niet aan, want ik ben er zo slecht in tuinen bouwen. Maar ja, het staat toch wel een heel mooi huis dus. Ja, ik heb vandaag ook weer mijn greenscreen aan. Zoals je misschien al zag bij Minecraft Surfbuilding. Alleen de belichting is niet heel erg goed. Hier rechtsbovenin. Maar ik kan het ook vandaag niet helpen. Ik ben van plan softboxen te gaan kopen. Maar ja, dan moet ik nog even naar kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Want ja, ik kan wel softboxen neerhangen. Dat zijn van die grote lampen. Maar als ik geen plek heb, dan heb ik geen plek. En dan kan ik het neerzetten. Dan kan ik het niet neerzetten. Want ja, je snapt hem wel. mijn tuin. Ik heb geen ideeën van jullie binnengekregen. Dus ik ga zelf maar gewoon ja, beginnen aan de tuin. Ik heb echt geen idee hoe ik het moet gaan doen. Maar ik ga het gewoon doen. Laten we het daar gewoon op houden. Zo, we gaan eerst eens even een leuk struikje neerzetten. Trouwens, ik weet al wat leuks. Kijk, vorige keer had ik deze twee struikjes neergezet. En die stonden als goed is hier. Oké, nee. Weet je wat? We gaan gewoon een heg neerzetten. Dat is altijd een beetje, ja, een beetje voor rijke lui. Dus even kijken. Volgens mij kan je die zo doortrekken, denk ik. Oké, dit is niks. Totaal niks. Wacht, dit gaan we weer even. Oh nee, wacht. Nee, wacht. Het is al wat. Ik zit weer veel te haastig te doen, want je kan het gewoon zo neerzetten in één keer. Hoppakee, 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 hoppakee. Alleen deze twee struiken wil ik weg, want ja, die staan nu wel in de weg. En dan komen we natuurlijk zo op. En dit is dan zeg maar de tuin om het huis heen. Ja, dit dan, zie je. Kijk. En dit is dan echt de tuin waar wij gewoon kunnen chillen. En een heg, dat heeft natuurlijk elke fatsoenlijke tuin. Ik denk dat ik het hier open laat, dan kan je hier naar binnen lopen. Zo. Zo, hier kan je naar binnen. En nu hebben we wel een heg staan, maar we moeten natuurlijk ook iemand hebben om de heg te laten snoeien. Dus even kijken of we, ja, want hier zullen we dat laten doen in het huishouden. Dat mag. Ja, dat ga ik wel doen. Maar ja, hopelijk komt er niet iemand die boos wordt dat ik de heg ga knippen. Maar dat komt vast goed. Even kijken, we hebben hier ook nog mooie beelden. Figuren. Vormstruiken. Oh ja, heb je een olifant? Ja, dat hebben rijke lui altijd. Die hebben altijd van die beelden in de tuin staan. Zo. Dat ziet er goed uit. Gras, dat hadden we al. Bloemetjes, gravity, zoals ik het vorige keer zei. Maar ja, we gaan eens even kijken of we een tuinhuisje hebben. Want we hebben dit mooie. Mooie. Nou, het is aardig mooi. Terrasje al. Dus barbecue en allerlei gekkigheid. Dus we gaan eens even kijken naar bloemetjes. Naar bloemetjes, wat zei ik nou? Naar andere gebouwtjes. Victor had vorige keer een vriendin die. Ja, trouwens, Victor had vorige keer een vriendin. Maar die vriendin die is dus vertrokken. Dus daar hebben we niks meer aan. Maar als het nog een keer goed gaat lukken met een vrouw in huis, dan hebben we hier dus de bruiloft. Die kunnen we hier houden. Ja, nou, in eigen tuin. Zo, nou ja, ik weet verder ook niet echt wat ik in de tuin kan doen. Ja, een boom misschien nog. Maar ja, ik heb deze boom neergezet. Maar ik heb vorige keer een boom neergezet. Maar die vonden kijkers niet echt mooi. Dus ja, weinig bomen. Dat is natuurlijk ook weer zo. Zo kaal, dus. Oh, nee. Dat gaat echt te ver, zo'n grote boom. Laten we eens even kijken. Een gewoon boompje. Ja, die hebben we al. Dit zijn echt van die tropische bomen. Hebben ze niet iets normaals? Ja. Weet je wat, die zetten we hier. En dan wil ik in de andere hoek ook nog een boom. Een tuinpot. Een lege tuinpot, heb je ook niks aan. Zetten we hier deze boom. Laat even weten wat jij ervan vindt. Ik heb geen idee. Zo, nou ja. In ieder geval, de tuin is zo wel aflopig. Ik wil alleen de muur nog even dichten. Dus het is ook weer zo onafgemaakt. Waar staan de muren? We doen het wel even tijdelijk zo. Oh, nee. Precies. Dat moeten we niet doen natuurlijk.
Nee. Inderdaad. Hoppakee. Gaan we weer naar het gezin toe. Nou. Oh, Victor is nog steeds uit. Ja, hij heeft het prima in ieder geval. Ja. Weet je. Het werd niet veel met die vriendin. Maar ja. Het kan altijd nog. Altijd nog in de toekomst. Inderdaad. Zo, we gaan eens even het gezin langs wat er allemaal aan de hand is. Want we zijn op dezelfde tijd als waar we vorige week gestopt waren. En die week daarvoor, want we stoppen altijd in de avond. En dat is vandaag 22:30. Zo, op Halloweenavond. Hoewel dat hier misschien niet zo zou zijn, maar in het echt is het vandaag Halloweenavond. En ja, wat vind jij van Halloween? Laat het even weten. Victor had het ook gevraagd in een, Victor had het ook gevraagd in een Euro Truck aflevering volgens mij, die hij had gedaan. En ik zal ook gelijk mijn mening even geven over Halloween. Nou ja, je kan me voor alle feestdagen wakker roepen, want ik vind... Een prestatie. Maar ja, je kan me voor alle feestdagen wakker roepen. Ik vind Sinterklaas vind ik altijd wel gezellig, hoewel ik daar wel een beetje voor uitgegroeid ben. Ja, kerst. Dat vind ik natuurlijk ook altijd leuk, kerst. Lekker eten, net zoals vorig jaar, maar ja... Koningsdag, altijd leuk. Maar Halloween, nee, dat doe ik niet aan hoor. Ik vond vroeger wel eens, ja, ging wel eens aan de deuren, maar ik was er echt nooit fan van. Je kan wel snoep krijgen, maar snoep, dat is niet gezond voor je en daar ben ik ook niet echt fan van. Ja, ik ben wel fan van snoep, maar niet in, ja, van die snoepjes van suiker en zo, weet je wel. Een dropje op zijn tijd is wel lekker, maar van die zoetige dingen, die gaan er bij mij niet in. En ik vind Halloween, ja, die spoken, het bestaat allemaal niet, weet je. Maar ja, misschien vind jij het heel leuk. Laat het even weten. Ik vind het in ieder geval niks. En ik kan mezelf niet vinden. En dat is natuurlijk wel heel erg dom. Dimitri, waar hang je nou weer uit? Nou ja, ik lig in bed. En er is niet echt veel te beleven vandaag. Want ja, het is nacht. Dus ja, en in de nacht moet je slapen natuurlijk. Nee, nou nacht. Het is 10:50. Dus het is avond meer. Ik heb energie. Die gaat nu omhoog natuurlijk. Ik heb honger. Dus ik zal even een beetje klaarzetten. Zo. Dineren. Nee, dat doen we natuurlijk niet. Even kijken. Een snelle maaltijd nemen. Yoghurt. Dat is natuurlijk goed voor het ontbijt. En ik moet naar de toilet als ik wakker ben. Ik zal de tijd even versnellen, want het gaat wat sneller. Zo is het natuurlijk ook niet veel aan 's nachts. Even kijken. Ik moet naar de toilet. Ik heb honger. En ik ben niet echt schoon. Doe ze zo. Gaan we door naar de Lana Buvers. En die heeft ook niet echt een... Hygiënes gaan we ook even vervangen. Vervangen. Hij gaat ook even onder de douche staan als hij wakker is. Even kijken. En hij heeft honger. Dadelijk. Want dat gaat ook naar beneden. Dus we gaan eens even een snelle maaltijd nemen. Ook yoghurt. Yoghurt is natuurlijk een leuk ontbijtje. Ja, en over ontbijtjes gesproken. In het echt neem ik altijd... Ja, drinkontbijt yoghurt. En dat is heel erg lekker. En zeker als je snel de deur uit moet, dan is dat dubbel lekker. Want ja, het is een soort ontbijt. En ja... Het vult echt je buik gewoon en je kan het gewoon opdrinken. Dus dat is, ja, dat is altijd wel chill noem ik dat, ja. Want als je geen tijd hebt om ontbijt te maken, dan sla je het al snel over. En dat, met een drinkontbijt, dan doe je dat niet zo gauw. Dus dat is gewoon drinken en de deur uit. Dus als je een keer geen tijd voor ontbijt hebt, koop drinkontbijt. Dat is een tip van mij. Even kijken. De Lana Buvers is verder, ja. Gaat alles goed met hem? Dan gaan we door met Gino. Rico Koster, sorry. Victor is ook weer terug. Dan gaan we eerst even Victor aan het werk zetten. Victor moet heel nodig naar het toilet. Dan gaan we eerst even Victor op het toilet zetten. Heel erg raar iemand op het toilet zetten. Maar ja, dat moet natuurlijk. Oh, het is ochtends. Het is ochtend. Ochtends. Het is ochtend. Zo. Dan gaan we natuurlijk weer naar een normaal tempo. Want het is... Oh, kijk. Victor die heeft net zijn behoefte gedaan. Dus dan moet ik natuurlijk even doortrekken. En het is natuurlijk ook ochtend. Toen moet Victor ook douchen net als iedereen. En... We waren ook bij Rico Koster, die hem ook nodig naar het toilet dadelijk. Dus die gaan we ook even op het toilet zetten. Ik vind dat... Wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren, jongens? Er staat iemand te douchen. En dat is natuurlijk heel leuk aan de Sims. Dan zie je zo'n leuk balkje. Zo, we gaan eens even verder. Naar... Wie is dit eigenlijk? Gino, toch? Ja, Gino. Nou, Gino die gaat naar de wc. Zo. Terwijl Victor staat te douchen. Nou, ik had hem beter op de andere toilet kunnen zetten, maar ja, ik hoop dat Gino het niet erg vindt. Oh, hij gaat weer snel terug, zie ik. Ja, inderdaad, Victor gaat volgens mij eerst de douche verlaten en dan gaat Gino. Dat lijkt me inderdaad wel handig. Victor wil natuurlijk ook zijn privacy en Gino heeft honger. Dus we gaan Gino even wat te eten geven. En Gino gaat als ontbijt eten, eens even kijken, een tosti.
Oh, we kunnen ook een groepsportie nemen. Ja, laat Gino maar lekker even een groepsportie maken. Dan hebben we zelf ook allemaal wat te eten. Hebben we allemaal wat te eten. Zo, een groepsportie. 8 mensen. Volgens mij zijn we met z'n 6, dus de rest mag de hond hebben. Terwijl we helemaal geen hond hebben, maar dat tezijde. We zijn alweer bij Kian Smit aangekomen. En Kian Smit, die is moe. Hoe kan dat nou weer? Kian Smit is moe en het is ochtend. Nou, daar klopt dus geen ene bal van. Ja, Kian. Nee, dat was mijn bed. Ga helemaal lekker in een ander bed liggen. Kian, jij gaat lekker onder de wol. Ik weet niet wat je uit hebt gespookt vannacht, maar het zal niet goed geweest zijn als je nu nog moe bent. Om 7 uur, 8 uur 's ochtends. Je lijkt net Dimitri, die is ook wel eens moe om 8 uur 's ochtends. Hij loopt er ook echt heel gezond bij, al zeg ik het zelf. Nee, totaal niet dus. Kijk, Rico gaat naar school en Kian Smit gaat zijn bed in. Volgens mij krijgen we dadelijk, ja, problemen met de school. Ik ben er bang voor. Nou, Kian, ga jij dan onder de wol? Ik zal zo wel iemand van school aan de lijn krijgen, denk ik. Ik hoor al een heel spannend muziekje en ik weet niet wat het is, maar ja, kijk, tijd voor school inderdaad. Ik word al zenuwachtig, van dadelijk krijg ik een boze leraar aan de lijn. Moet ik Kian ziek melden? Kan dat eigenlijk? Is Kian ziek melden? Even kijken. Naar school gaan, ja. Kian, naar school jij. Even kijken, moet je natuurlijk onder de wol, even kijken, wakker maken. Oh, dat moet iemand anders natuurlijk doen, zo. Wakker maken, hoppakee. Ik zal je eens even wakker maken, Kian. Dit gaan we natuurlijk niet doen. Zo, ik kom met mijn kopje koffie aangelopen. Om Kian wakker te maken, want ja, Kian moet natuurlijk naar school. Oh, en ik heb geen baan. Verrassend. Daar gaan we zo ook eens even wat aan doen. Kian, ga jij eens even naar school, jongeman. Dit mag natuurlijk niet van de Eula-wet. Nee, van de gewone wet. Zo, Kian is wakker. En Kian moet naar school. Oh, hij is nog steeds ongemakkelijk. Naar school gaan jij. Wegwezen hier. Even kijken, schoolproject. De leerlingen mogen hun eigen project bepalen voor een nieuw project op school. Ontwerp bepalen, sorry. Moet Rico een eenvoudig ontwerp kiezen om een goed cijfer veilig te stellen of een iets uitdagends kiezen om iets nieuws te leren? Doe maar makkelijker, joh. Oh, ik heb hier ook weer telefoon. Het schoolhoofdbel zal ik opnemen. Ja, doe maar, Gino. En Gino is ongemakkelijk. Wat is er aan de hand, Gino? Gino. Wacht, ik kan dat hier volgens mij zien. Even kijken. Oh, Gino heeft honger. Ja, doe nog maar gewoon zo. Hoppakee. Gino heeft honger. Oh, dat kan niet, hè, op school eten. Dan had je net moeten eten, Gino, sorry. En Kian Smit is nog steeds moe. Jongens, wat gaat dat vervelend in dit gezin. De een is moe, de een heeft honger. Ja, Kian, ik zal het zo vertellen. Je had maar moeten slapen vannacht, want ja, dan was je nu niet moe. En even kijken. Victor heeft ook nog geen carrière en ik ook nog niet. Dus daar gaan we eens even wat aan veranderen. Aan carrière beginnen en ik wil ook aan een carrière gaan beginnen. Oh, hier, kijk. Selecteer een carrière voor Victor. Victor gaat een crimineel. Ja, die zijn natuurlijk niet te pakken. We gaan het bedrijfsleven in. Zo, Victor gaat het bedrijfsleven in. En ik word... Ik lig te slapen. Op zijn dimies. Even kijken, een carrière voor Victor. Huh? Wacht, volgens mij heb ik een carrière voor mij geselecteerd. Toch? Oh nee. Aan carrière beginnen. Dan ga ik zelf ook aan een carrière beginnen. Zo, even wachten. Volgens mij zit ik op mijn telefoon nu. Ja, dat bedoel ik. Carrière voor Dimitri. Atleet, artiest, schrijver, schilder, geheim agent, culinair. Ik word een crimineel. Zo. Een crimineel. Zo. Nou, dan hoop ik dat ik niet te pakken ben natuurlijk als crimineel. Oh, er staat weer iets nieuws in het scherm. En crimineel is er opeens uit. Nou. Ze zoeken naar een amateur entertainer. Nou ja, nou doen we dat maar, hè. Als het verder ook niet kan. Victor is technicus in de postkamer. Oké. Dan heeft Victor ook weer een baan. Maar ja, alsof we centen moeten binnenkomen. Want we hebben dit. Nou ja, er hoeft helemaal niks binnen te komen. Maar ja, voor het leuke. Anders zit je ook maar een beetje op je luie reet hier thuis. Als een rijke lui.
Hé, hey, en hier gaat de tram voorbij trouwens. Dat vroegen mensen zich af, wat is dat hier? Dat is dus de tram en hier zien we langskomen heel toevallig. Ja, we kunnen hem verder niet volgen, maar dat is dus de tram. Hoewel het wel een hele rare tramrails is, vind ik. Want kijk, normaal zit hij in de grond en hier steekt hij boven de grond uit. Dat is een klein beetje raar. Maar in ieder geval, we gaan nog even iedereen af en dan is het weer mooi geweest. Want het is midden op de dag inmiddels en ja, we zijn weer 12 uur verder. En we noemen het altijd 12 uur, want ja, anders wordt de aflevering wel erg heel erg langdradig. En dat willen we natuurlijk ook niet hebben. Even kijken, Victor. Nou ja, Victor heeft honger, die zetten we ook nog even aan het eten. Brunzen, roerei, zo. Nog even iedereen af, want ja. Even kijken, claimen, slapen, zitten, dutje doen. En dan zijn we weer klaar voor deze aflevering voor vandaag. En ja, we hebben een baan gezocht en we hebben de tuin ingericht. Ik wil ook nog even weten, ik zal de tuin nog even van dichtbij laten zien in het daglicht. Dan kan je ook nog even je mening daarover achterlaten. We hebben hier dus een mooie olifant. Een mooie lama of een schaap of wat het ook is. Het is al een lama ja. We hebben een trouwerij hier en een zwembad dat we al hadden waar Kian vorige week in lag te dobberen. En een leuk. Wat is het eigenlijk? Een leuk barbecue'tje. Gewoon Victor die is hier aan het eten begonnen. Dat is natuurlijk ook mooi. Ik lig te slapen en de rest zit op school. Ik bedank je voor het kijken naar deze aflevering van The Sims 4. Wat vind je van Halloween? Laat het even weten. Wat vind je van de tuin? Laat het ook even weten. Zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering op Game Channel om 4 uur. Doei! Dat was The Sims voor deze keer. Morgen is het tijd voor Train Simulator. Kun je niet wachten tot dan? Klik dan op de video in het scherm voor een ritje met de Jet IC wat helemaal uit de hand loopt. Hopelijk ben je er morgen ook weer bij om 4 uur. Tot dan!